Op de eerste plaats wil ik graag uitspreken dat wij bijzonder vereerd zijn met de aanwezigheid van de staatssecretaris Sharon Dijksma in ons midden. Groentekwekerij Van de Einde is van oudsher een groentekwekerij. Maakt u zich geen zorgen, dat zijn we nog steeds. Maar onze ambities reiken verder. Ruim 15 jaar geleden hebben wij onze focus verlegd van het kweken van uitstekende groenten naar het leveren van verse producten aan consumenten en horecaondernemers. Ons vak is het leveren van perfecte verse producten zoals babyleaf, rucola en spinazie. Gewassen, gemengd en verpakt op een manier waar onze klanten vrolijk van worden. We vernieuwen voortdurend. Met nieuwe concepten spelen we elke dag weer in op de veranderende wensen van onze klanten. Zo creëren we meerwaarde voor onze klanten en blijven we weg uit de strijd om te leveren tegen de laagste prijs. Die strijd kent namelijk geen winnaars. Hoe we dat doen, laat ik u graag zien door middel van onze bedrijfsfilm. Specialties Holland is opgericht door de familie Van de Einde en al 4 generaties actief in de agrarische sector in Zuid-Nederland. De kwekerij bestaat uit 2 locaties, in Lierop en Zomereind. GSH teelt, verwerkt en verhandelt diverse soorten spinazie, rucola en babyleaf voor het hoogste segment in gastronomie en retail. Wij koesteren de bodem. Het is heel belangrijk dat we een goede bodem hebben. Dit verkrijgen we door goede compost te gebruiken en groenbemester in de winterperiode. We krijgen daar een geweldige plantengroei met optimale wortels, met goede vertakkingen. Dit geeft ons een sterk product, waardoor we ook weinig bestrijdingsmiddelen hoeven te gebruiken. De kwekerij beschikt over een zeer modern machinepark, ondersteund door GPS, op een areaal van ruim 100 hectare. Juist de rassenkeuze is de basis voor een geslaagde teelt. Tijdens het groeiproces worden de gewassen structureel gecontroleerd. Waar nodig wordt bijgestuurd om de juiste balans in de groei te vinden. Duurzaam watergebruik heeft een bijzondere plaats in het groeiproces. Dagelijks, vroeg in de morgen, start de oogst van de gewassen. We staan hier op een van onze spinazievelden en kijk eens hoe prachtig het erbij staat. Niet de kilo-opbrengst staat centraal, maar de kwaliteit en de duurzaamheid. Deze kwaliteit krijgen wij door de planten de ruimte te geven. We krijgen dan een betere smaak en een beter product.
per vierkante meter minder planten. Meer licht, meer groei, meer stevigheid en een betere kwaliteit. Dat is mijn passie. Enkel geoogst vanuit de order. Dit betekent dat de voorraad op het land staat. Hierdoor is de ultieme versheid geborgd. Dit maakt het concept van GSA volledig onderscheidend. De geoogste producten vinden hun weg naar het verwerkingsproces in Lierop. Tracking en tracing met een zorgvuldige ingangscontrole is onderdeel van ons kwaliteitssysteem. In de moderne geconditioneerde verwerkingsruimte wordt het product zorgvuldig gewassen, gedroogd en verpakt. GSA beschikt over 6 moderne productielijnen waarbij de producten verpakt worden op klantspecifieke wensen. Na de laatste eindcontrole vindt het product haar weg naar de klant. Wij hebben gekozen voor de producten van Green Specialties Holland vanwege de verrassende kleuren en de mooie smaken. Bovendien kan ik als chef-kok de producten creatief gebruiken in onze keuken. Wij gebruiken graag producten uit onze eigen streek en we vinden het erg belangrijk dat ze duurzaam en verantwoord geteeld worden. Bovendien is Green Specialties erg innovatief met het ontwikkelen van nieuwe producten. Het is echt geweldig. 'S Morgens staan ze nog op het land. En 's middags kunnen wij ze in de keuken al inzetten. Wij kunnen Green Specialties aanbevelen bij al onze collega's. Green Specialties Holland, uw professionele partner op het gebied van spinazie, rucola en babyleaf. Ja, dames en heren, ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt een beetje overweldigd toen ik hier aankwam. Want als je kijkt naar uw opkomst, die was al boven verwachting. Maar ook als je kijkt naar het bedrijf waar we hier zijn, dan moet ik eerlijk zeggen dat u er wel in geslaagd bent, zeg ik ook tegen de familie van de Einde, om een bedrijf neer te zetten zoals we dat, denk ik, bij EZ vooral graag in onze dromen zien. En het is zo mooi om te zien dat dat dus ook in de praktijk door ondernemers hard werkend ook hier in deze regio gerealiseerd wordt. Ik zal ook uitleggen waarom dat zo is. Want als je kijkt naar dit bedrijf en wat u hier in een paar minuten tentoonspreidt, dan zit eigenlijk alles wat de toekomst van ons vraagt erin. Want als we de positie van de Nederlandse land- en tuinbouw bekijken, dan zien we dat we er wereldwijd echt goed voor staan. Wat heel veel mensen niet weten, is dat de Nederlandse landbouw verantwoordelijk is voor de export van producten op een niveau waar alleen de Verenigde Staten maar bovenuit komt. En niet omdat ze daar zo heel veel slimmer zijn, maar vooral omdat ze meer grond hebben. Dus dat betekent dat we wereldwijd de tweede exporteur zijn van agrarische producten. En als je dan kijkt naar met name de tuinbouw, dan zie je dat als het om veredeling gaat, dat we wereldwijd zelfs op nummer 1 staan. En dat is een positie die we heel graag willen vasthouden. Maar dat is niet zomaar.
Want die positie die staat natuurlijk elke dag opnieuw, ook in economisch zware tijden, weer onder druk. En ik denk dat u als ondernemers daar ook alles van weet. En dan komt het er dus op aan dat je nadenkt over de vraag, hoe kunnen we nu de komende jaren onze productie verhogen? Hoe kunnen we in plaats van de race to the bottom op de prijs een kwaliteit leveren waar men ook voor wil betalen? En dat zit in het concept van de toegevoegde waarde. Iets wat hier, nou dat zullen we ook ongetwijfeld gaan proeven en zien, maar volop aanwezig is. Maar dat zit ook in het verhaal van produceren met minder gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Want dat is ook de toekomst. En het is dat concept, daar hebben wij in Den Haag, want we zijn altijd heel goed in het verzinnen van slogans. Maar u moet hem wel inhoud geven en dat doet u. Dat noemen wij klimaatslimme landbouw. Want als je kijkt naar het wereldvoedselvraagstuk, dan zie je dat we in 2050 9 miljard mensen moeten gaan voeden. En heel veel consumenten zullen steeds meer en betere producten gaan vragen. En die willen daar natuurlijk ook geld voor besteden. En zeker in westerse landen. En de vraag is, hoe zorgen we ervoor dat onze mensen in onze agrarische sector daar ook ruimte voor kunnen maken. En ik denk dat Green Specialities Holland laat zien dat dat kan. En dat doet u dus door te produceren op een manier die ook tegemoet komt aan de kwaliteitseisen van morgen eigenlijk. Door steeds weer op zoek te gaan naar nieuwe concepten. En door ook een hele directe duurzame relatie te hebben met uw afnemers, met uw klant. En daar investeert u in. En ik denk dat het begrip duurzaamheid voor de sociaaldemocraten heeft dat vaak een hele groene lading. Maar ik ben het zo met u eens dat dat ook een economische lading heeft. Want duurzaam kan alleen maar duurzaam zijn als het ook economisch duurzaam is. En dat is een les die ik in ieder geval in het afgelopen jaar, dat ik op deze post mocht zitten, en wat ik een enorme eer vind en ook een groot voorrecht en genoegen, echt geleerd heb. Dat we ook moeten kijken naar wat voor de ondernemers economisch duurzaam is. En daar kunnen we natuurlijk u ook bij helpen. Wat doen wij? We hebben in de afgelopen maanden ook een tuinbouwvisie naar voren gebracht. En we zien dat met name als het gaat om bijvoorbeeld energiekosten, dat dat een probleem is. Dus we proberen ook de omslag naar de verduurzaming van het energiegebruik ook te helpen ondersteunen. Dat zit ook in het zogenaamde energieakkoord dat minister Kamp heeft gesloten. We proberen om innovaties te ondersteunen. Soms maar met niet hele grote bedragen, maar wel om het net dat setje te geven wat nodig is. En ja, je ziet ook dat u doet het zelf, hè? Als je kijkt naar de eetbare bloemen, wat bij de chefs van deze wereld inderdaad zeker een ding is. Wij proberen ook soms in de keten verderop dat ook te stimuleren om na te denken over producten die kwalitatief zo goed zijn dat ze, ja, als het ware net met dat beetje extra zichzelf beter kunnen verkopen en dus toegevoegde waarde tonen. En we proberen het ook door wereldwijd de deuren voor de ondernemers uit Nederland te openen. En dat zal steeds meer ook buiten Europa zijn. Want ja, het is zo dat Duitsland nog steeds ons belangrijkste exportland is. Dus daar reis ik ook veelvuldig naartoe. En af en toe loop je dan tijdens zo'n vliegreis wel eens, daar heb ik één oor wat vandaag iets minder doet. Maar ik ben nog steeds niet Oost-Indisch doof, hoop ik. En dan loop je wel eens wat op. Maar we gaan ook steeds verder wereldwijd. Hè, buiten Europa, richting Azië. Richting Afrika zelfs. En daar proberen we niet alleen onze producten aan de mens te brengen, maar ook onze kennis. Onze kennis over niet alleen maar de zaden bijvoorbeeld, en over hoe je gewassen beter beschermt, over hoe je minder water gebruikt of minder mest nodig hebt, of hoe je de bodem beter kunt behandelen, maar ook onze kennis over hoe je nou eigenlijk een product in de markt zet, hoe de distributie in elkaar moet zitten, over logistiek, over een hele ketenaanpak, over contacten met klanten. En eigenlijk proberen we gezamenlijk met al die ondernemers ook die boodschap wereldwijd een stuk verder te brengen. En ik vind het prachtig om te zien dat we dat vandaag ook in de praktijk gewoon letterlijk en figuurlijk voorgeschoteld krijgen. Dus heel veel dank aan de familie van de Einde voor uw gastvrijheid en voor de geweldige organisatie, want het ziet er echt, nou, prachtig uit. Alleen al om hier zo te mogen binnenkomen. En als je naar uw film kijkt, dan ben ik ook heel benieuwd naar wat we zo meteen nog gaan zien.
En ik hoop, dat zal niet altijd gemakkelijk zijn, dat we in ieder geval vanuit het ministerie van Economische Zaken een bijdrage kunnen leveren aan datgene wat ook voor de ondernemers in deze sector noodzakelijk is. En soms staan we ook wel eens niet aan dezelfde kant. Er zijn ook discussies, er is ook wel eens wrijving, dat weet ik. Ik vind dat zelf nooit zo erg, want zonder wrijving geen glans, zeg ik altijd maar. Maar ik hoop ook dat we vandaag wat dat betreft gewoon een open gesprek kunnen hebben over de dingen waar u mee zit of waar u trots op bent, waar u van wil laten weten dat het speelt. En ja, ik ben hier in ieder geval ook om dat vooral om te luisteren en om ook van mijn kant uit altijd weer verantwoording af te leggen over waarom wij doen wat we doen en open te staan voor dingen die anders kunnen. Want dat laatste, dat hoort er ook bij, vind ik. Dus ik heb niet een heel voorbereide speech. Dit was het, zeg maar, mijn bijdrage. Ik hoop eigenlijk vooral met u allen het gesprek aan te kunnen gaan. En we hebben een fantastische moderator, zoals dat tegenwoordig zo chic heet. Dus dat moet helemaal gaan lukken. Dank u wel.